Er wordt altijd heel erg gekeken naar de artiesten uit het verleden. Goede voorbeelden waren Lee Towers en René Vroeger, die dus zeg maar, een nek hebben uitgestoken om zeg maar, de horeca in te gaan of eigen onderneming te starten. Dus dan wordt er ook extra naar je gekeken als je zoiets begint. Ja. Dat was natuurlijk wel even mijn angst ook een beetje van, ja, gaat het naar voor of tegen je werken? Dus, maar ja, goed, ik heb het tegendeel gelukkig kunnen bewijzen dat het een succes is. Ja, en wanneer kwam dat moment dat jij zei van, goh, ik ga nu iets voor mezelf beginnen? Waarom die keuze? Nou, kijk, ik heb heel goed over naast te denken dat zo'n zangcarrière of een televisiecarrière, dat is natuurlijk niet voor altijd. Oké, als je Gerard Joling heet, dan kan je nog... die denkt dat hij nog succesvol is. Nee. Maar, gelijk alweer die sneer. Nee. Maar ik denk verder dan mijn neus lang is. En ik vind het ook iets leuks om iets op te bouwen wat ook voor, zeg maar, na mijn carrière gewoon er nog steeds is. Ja. En daardoor heb ik gekozen om, zeg maar, dit ondernemerschap uit te voeren. Het komt natuurlijk ook niet helemaal uit de lucht vallen. Je komt van de markt. Is die periode, als je dan terugdenkt, belangrijk geweest voor de stappen die je nu maakt als ondernemer? Nou, ik denk zeker dat mijn jeugd en zeg maar, de opvoeding van mijn ouders, hè, dat zijn pure ondernemers geweest. Mijn vader was echt een man van echt duizend beroepen. Van een melkhandel tot een SRV-wagen, tot op de markt staan en kinderkledingzaken. Je kon het zo gek niet opnoemen. Ik denk dat dat wel zeg maar, een basis is voor wat ik dus nu doe. Ja, een koffiezaak, waarom niet een lunchroom of wat anders? Want hoe kom je dan bij dat uit? Ja, nou ja, ik Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest, zou sowieso lekker eten. Ik heb een koksopleiding gedaan. Ik wilde altijd al heel graag de horeca in. Maar dat is eigenlijk een beetje ontnomen doordat ik zeg maar plotseling bekend werd. En dat vond ik altijd ontzettend veel plezier gedaan. Maar mijn hart is zeg maar hospitality. Ik hou van mensen te entertainen, welkom te heten. Goed gevoel te geven. En dat is waardoor ik in de horeca ben terechtgekomen. Ja, dat is natuurlijk wel de vraag van, goh, dan begin je zo'n zaak. Je bedenkt dat allemaal. Waar heb je nou dit hele concept bedacht? Want het is ook allemaal gezond moet het zijn, hè? Ja, dat zou je niet zeggen als je mij zegt. Nou, juist wel, want jij kan natuurlijk met heel veel... je bent veel op reis en je moet er toch aan denken. Nou, ik heb heel veel inspiratie gehaald uit de landen waar ik zeg maar graag kom. Dat is Amerika natuurlijk, Zuid-Afrika. En waar eigenlijk ook al een cultuur bestaat over hoe je met gezondheid en je gezond leven het beste in kan delen. Een mooi voorbeeld, zeg maar in Zuid-Afrika zijn ze eigenlijk al veel verder als dat wij zijn. Als je daar bijvoorbeeld naar de supermarkt gaat of je gaat naar de sportschool, dan kun je punten verzamelen. En met die punten krijg je weer korting op je ziektekostenverzekering. En ik vind het echt een briljant systeem. Want het stimuleert je eigenlijk om gezonder te gaan leven, beter te gaan eten. En dat systeem is nu eigenlijk pas zeg maar langzaam aan het opkomen in Nederland. Dus overal zie je die groene stickertjes in de supermarkt. Dus als je dit koopt, dan is het goed voor je. En met blushing probeer ik eigenlijk te bereiken dat we iets neerzetten waar dat mensen echt naar je winkel komen, dat ze echt daadwerkelijk een gezonde keuze maken. Ja, dus dat was heel belangrijk voor jou. Dat was voor mij heel belangrijk. Ik denk ook dat het zeg maar een van de hoofdredenen is waarom het zo'n succes is. Ja, want het gaat heel goed. Het gaat heel goed. Heeft dat nou, ik bedoel, jouw hoofd zit daarop, hè, op dat dan product? Dan zou het geen succes zijn. Nou, in de winkel zien we jou staan met het bakje koffie. Maar ja, die bekendheid helpt natuurlijk wel. Ja, maar op de een of andere manier, het klinkt heel gek. Ik ben nu langzaam maar zeker aan het kijken waardoor ik zelf een beetje meer naar de achtergrond kan komen. Ik bedoel, bij McDonald's had je vroeger die clown, hè, als je binnenkwam. En dat wil ik niet bereiken. Kijk, het ziet er gewoon heel erg mooi uit. Het is een hele frisse zaak. En het moet niet hangen aan één persoon. Nee. En ik vind gewoon het hele concept blushing, daar ga ik uiteindelijk gewoon langzaam. Moet het niet, zeg maar, Gordon zijn. Het moet gewoon blushing zijn.